put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a yeah. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, toch kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999 met vandaag weer een nieuwe Fire mode. En vandaag gaan we de kwartfinale spelen van het KNVB bekertoernooi tegen PSV. Een topper dus in deze bekerwedstrijd. En ja, we gaan kijken, we hebben een klein beetje aangepast, de basis. Karioglu ga ik erin zetten, Basis Cicoglu zet ik erin. Even kijken, Ver doe ik erbij. Even kijken, Sinisterra voor Narsing. En dan Geertruiden voor IE. Karsdorp voor Valenzuela. En Vermeer houden een doel. Nemen we deze jonge spits mee. En dan ook nog die jeugdspeler. En dan is deze elftal compleet voor de wedstrijd tegen PSV. En gaan we kijken hoe we het gaan doen tegen PSV. Hier zien we het elftal van PSV. Niet zoveel verrassingen. Een paar onbekende namen, maar ja, dat gaan we gewoon deze wedstrijd spelen. En onze elftal weten jullie dus ook al. Met Van der Zweden in de basis, Getruida, Ver, Karioglu, Sinisterra en Basis Cicoglu. In de basis dus, zijn eerste wedstrijd in de basis. Zijn debuut ook voor Feyenoord gelijk. Bilal, Basis Cicoglu. PSV gaat de eerste aanval krijgen. Bruma waar de bal naast gekopt. Naast de goal van Kendit Vermeer. Kokciu. Karioglu. Is er langs. Wordt gegeven op Jurkensen. Jurkensen wacht even terug op Karioglu. Komt er de kans bij Feyenoord. Sinisterra haalt hij de bal. Sinisterra. Luis Sinisterra. Kappen voorgeven. Ja, goede voorzet. Maar Gutierrez zit ertussen. Bal weer voor PSV. Ramselaar. Nee, Feyenoord vangt de bal op. Hier Sinisterra. Sinisterra. Karioglu. Kans Feyenoord. Kokciu. En de redding van de doelman. Corner Feyenoord. Genomen door Kokciu. Goeie voorzet. Bruma werkt de bal weg. Lozano. Ramselaar. Lozano. Bruma. Lozano. Gutierrez. En de bal nu voor PSV. Moeten we gaan uitkijken. Moeten we gaan verdedigen. Dat gebeurt niet goed. En de bal hier voor Vermeer. Ondertussen de 37e minuut. Dat kan hij ook door de bal voorgeven. Dat moet het er zijn. En nee. Geblokt door Bruma. Van het doellijn gehaald. Was niet Bruma trouwens. Maar geen doelpunt. Ver. Haps. Basis Cicoglu. Karioglu. Bijna goed gedaan door Jurgensen. Oh toch. De voeten van Kokciu nog. Hier de bal. Weggewerkt door Lato. Er zat nog steeds 0-0 in deze eerste helft. Sinisterra. De bal hier voor Valenzuela. Kokciu. Mooie paas op Jurgensen. Jurgensen moet dan plek ruimte vinden. Dat vindt hij hier in de redding van Zoet. De bal voor deze. Bilal onderschept. Niet de bal binnengehouden. Tweede helft ondertussen. 51ste minuut. Wat we zien aan de bovenste. Dat zie je is verkocht de Manchester City. Nou, dat is ook iets moois. Geertruida. Of iets moois. Ja, weet je. Ajax is wel een beste speler kwijt. En dat is heel mooi. Deze. PSV zoekt de aanval. 55ste minuut. Lozano. Ramselaar. En de bal in handen van Vermeer. En is het lang en blijft het lang 0-0. We hopen toch op een voorstand te komen deze kwartfinale van het bekertoernooi. Maar dat is nu toch nog steeds gelijk hier in het stadion van PSV. Ramselaar, kans PSV, Getruiden zit ertussen. Komt Batshuayi erin voor Kokciu. En wij gaan de corner tegenkrijgen van PSV. Waar Thomas erin is gekomen bij PSV voor Ramselaar. Hier wel overgekopt. 69e minuut nu. Jurgensen. Paas op Sinisterra. Gaat nu een keer Feyenoord eruit komen deze tweede helft. Luis Sinisterra. Eigenlijk de eerste keer in de tweede helft. Jurgensen. Jurgensen en het is 0-1. Nicola Jurgensen maakte. En we staan voor in het stadion van PSV deze kwartfinale van het KNVB-toernooi. Het is 0-1. Nog een kwartier te gaan als PSV de bal krijgt hier. Met Lammers. Moeten verdedigd worden. Niet goed verdedigd. Thomas en het is gelijk. Het is alweer gelijk. Nog 10 minuten te gaan. En we staan alweer op gelijke hoogte. Ryan Thomas, de man die erin kan voor Ramselaar, maakt de gelijkmaker hier. En als het zo blijft, gaan we verlengen. Sinisterra. Ver.
Feyenoord wil winnen. Fair. Goeie paas op Bilal Bastikoglu. Kan hij hem voorgeven. Ja, geeft ervoor. Goede voorzet. Kan hij ook loeren. Fair. Nee, weggehaald door Lucas. Het was ook een overtreding volgens mij. En dan komt Toorstra erin bij Feyenoord. Maar dat bijna de wedstrijd afgelopen is. De reguliere speeltijd gaat ook de verlenging zich aandienen hier nu. In deze kwartfinale van het bekertoernooi. Doeltraf Vermeer. Ver genomen. Richting Jurgensen. De bal niet hier goed voor Sinisterra. Thomas Bruma. En dit reguliere 90 minuten. 90 minuten erop. Dan gaan we kijken hoe we het gaan doen in de verlenging. Lozano, Bastikoglu. Gakpo zit ertussen. 92 minuten gespeeld. En de bal hier voor PSV. Dan moeten we uitkijken. Bruma geeft hij hem voor. Ja, maar de bal niet goed. En naast gekopt. Komt Berel erin voor Bilal Bastikoglu. Goeie voorzitter gegeven vandaag. In zijn debuut. Maar helaas niet meer kunnen doen. Senesi, Sinisterra wekt de bal weg. Feyenoord moet uitkijken. Toornstra. Jens Toornstra. Geeft hem goed. Op Berel. De man die drinken voor Bilal. Gaat hij dan belangrijk zijn? Gaat hij de bal goed voorgeven? Gaat hij zelf schieten? Hij gaat het voorgeven. En de bal voor de voeten van PSV. Lozano, Lammers. Geertruida onderschepping. Paal dus weer voor Feyenoord. Ver. Ver met afstandsschot kan. Ver. En wat een doelpunt zeg. Leroy Ver maakte hem. Het is 2 voor Feyenoord. En het is Leroy Ver. De man. De middenvelder. Die op de bank plaats moest nemen omdat El Amari kwam. Maakt hier de 2-1. Ondertussen de tweede helft van de verlenging. Ver. Kan er dan 3-1 worden. Dan is het over en uit voor PSV. Berel. Hij dan. Uit de lastige hoek. Maar hij zit wel. Het is 3-1. Over en uit PSV. We bekeren verder naar de halve finale van het bekertoernooi. Ja, dat is dan een mooie verlenging. Berel die in de wedstrijd kwam voor Bilal. En hij maakt de 3-1. Voor Feyenoord. Hier een beetje versneld, want het was de laatste minuten. En er gebeurde niet zoveel meer in de laatste minuten. Haps, hier de bal goed gegeven. El Batshuayi, komt er nog een kans aan. Jurgensen. Nou, dan is het de laatste kans op de 4-1. Nee, wat de bal voor Lucassen. En Gakpo. Zo is dus nog steeds de 3-1 voorsprong. En is het mooi gedaan door Feyenoord in de verlenging belangrijk te zijn. Nou ja, de volgende wedstrijd is weer in de Eredivisie. Dat zien jullie morgen weer in de Feyenoord Career Mode. Ik zou wel zeggen, bedankt voor het kijken. Dus tegen AZ. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Morgen weer een aflevering tegen AZ. En dan zeg ik zoals tijd. En zoals nu, later.